z'n allen bij elkaar. Op de camping. Zet de champagne maar klaar. Op de camping. S'avonds knokken met elkaar. Op de camping. De Oranje en België camping tijdens het WK in Brazilië worden geleid door deze Saxion-studenten uit Deventer. Dennis vertrekt komende zondag al. Het begint langzaam op te lopen nu, inderdaad. Het is heel spannend. Het zijn de laatste voorbereidingen die we aan het doen zijn. We zijn nu een jaar bezig geweest. Ja, dan zijn de laatste loodjes en dan moet het beginnen. Zie jij jezelf al met een wc-rol over de camping in Brazilië lopen? Of lig je gewoon verderop ergens lekker in een hotelletje? Nee, ik lig gewoon in een normaal tentje, net zoals de rest van de gasten. En ik zie me wel met mijn wc-rol onder de arm naar de wc lopen. Dennis is de eerste van de groep die afreist. Maar betekent dit ook zelf opbouwen? Je moet zelf gaan opbouwen, inderdaad. Dus de container komt aan en we gaan het uitpakken en opbouwen. Ik ben de eerste die het gaat doen. Onze zuiderburen hebben dit jaar ook een camping. Nederbelg Tom Venhorst legt uit. Nou, het idee kwam eigenlijk van de KBVB zelf, de Belgische Bond. Zij wouden toch een dorpje voor België creëren. En daarvoor hebben zij de Oranje Camping benaderd. Om ons de bouw van de camping en het uitvoeren van de camping te laten doen. Dus vandaar dat wij op de Belgische camping gaan werken. Maar Tom, voor wie ben je nou eigenlijk deze zomer? Ik als crewmanager dat ik beter mijn Belgische vrienden te vriend kan houden. Dus ik denk dat ik toch wel supporter van België word. Ook omdat ik meer vertrouwen heb in het Belgisch voetbal, in de Rode Duivels. Dus ik denk dat ik als Belgische supporter daarheen ga. Nou, ik denk dat jij even een shirtje mag aantrekken met de overloper, of niet? Het Belgische shirtje heb ik inmiddels aan, dus ik kan er eventueel wel overloper op zetten. Ja, geen probleem. De campinggasten zullen ook dit jaar de Oranje Mars naar het stadion lopen. Er wordt goed voor ze gezorgd. Aanbod neergezet waarbij onze klant compleet voorzien wordt. Dus vanaf Amsterdam gaan ze vliegen naar Brazilië. En dan worden ze door ons opgepikt om het veiligheidsaspect zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dus we hebben eigen beveiliging, transfers naar de stadions. Dus we hoeven zo min mogelijk zelf over straat. Daardoor hebben wij een groot deel van de beveiliging in eigen hand. En hopen we op die manier dat het allemaal goed komt. De Oranje Camping in São Paulo sluit na de groepsfase. In Rio de Janeiro wordt dan een internationale camping geopend. Volgens Anieke en Dorinda ideaal. Best wel praktisch, omdat je natuurlijk straks in Rio de Janeiro een groot beddentekort gaat krijgen. Omdat veel wedstrijden gespeeld worden in Rio. Dus dan zou een camping ideaal zijn daar. En ik zeg, laat mensen wat nieuws leren. Ja. Ja, dus instructie tent opbouwen, met je wc-rol over de camping. Goedemorgen zeggen tegen iedereen. Dat moeten die buitenlanders maar eens gaan leren dus. Ja, krijg je denk ik ook meer sfeer van onderling. Dat je mensen meer ziet. Je zit met z'n allen op één camping. Je hebt allemaal hetzelfde gevoel. En als je in een hotelkamer zit, dan zonder je toch een beetje af. En hier zie ik natuurlijk allemaal samen. Dus ik denk dat dat heel goed voor de sfeer zou zijn.